En Jan-Willem Berends is vandaag afgestudeerd aan de Institute for Graduate Studies and Research, masteropleiding Nederlands. Zijn afstudeerthesis is getiteld Vernieuwde visies op het Surinaams-Nederlands en het taalbeleid in het secundair onderwijs, met onderzoek naar attitudes ten opzichte van het Surinaams-Nederlands taalbeleid op scholen en de consequenties van een taalwet voor het onderwijs. Berends vergeleek het Surinaams-Nederlands met het Europees-Nederlands en kwam tot de conclusie dat een taalwet dringend noodzakelijk is voor de ontwikkeling van het Surinaams-Nederlands. Zo illustreerde hij aan de hand van enkele voorbeelden dat het Surinaams-Nederlands niet geaccepteerd wordt op school, maar wel het Europees-Nederlands. Ik ga laat zijn, die oom van mij gaat morgen operatie doen. Ook wel een heel bijzonder zinnetje waarvan iedereen direct begrijpt wat er bedoeld wordt. Die oom is geen chirurg die een operatie gaat doen. Die oom die gaat een operatie ondergaan. Voordat je denkt, raakt een 500 SED op. Ja, in het Europees Nederlands zou je misschien zeggen voordat je het weet. Maar daar gaat het in principe niet om. Dit zijn zinnetjes die keurig Surinaams-Nederlands zijn en die iedereen die Nederlands spreekt ook zal begrijpen. Maar mogen leerlingen en studenten dit wel opschrijven in een opstel of een essay? Nee, dat mogen ze niet. En waarom mogen ze dat niet? Want in al het onderwijs wordt het Europees-Nederlands onderwezen. Dat wil zeggen, de spraakkunsten van de toren, alle bekende boekjes van de middelbare school die in Nederland precies zo gebruikt worden, en dat is Europees-Nederlands. Berends deed ook onderzoek naar de ontwerptaalwet en wet op de taalraad. Die zouden ervoor moeten zorgen dat alle 22 in Suriname gesproken talen worden geregeld en beschermd. De wetten zouden ook moeten regelen dat het Surinaams-Nederlands en het Franang als de nationale contacttalen worden geregistreerd. De consequentie daarvan is natuurlijk normering. Die is er al ten aanzien van het Franang, maar nog niet ten aanzien van het Surinaams-Nederlands. Aardig is trouwens dat de bevolking bij referendum zelf kan kiezen voor een officiële taal. De regering kan nationale talen aanwijzen, kan ook ter vervanging van het Europees Nederlands in het onderwijs. Dat zou een keuze kunnen zijn. In de memorie van toelichting staat dat het taalbeleid pas goed tot zijn recht kan komen als het hele onderwijs opnieuw wordt ingericht. Dat is natuurlijk geen haalbare kern. Taalraad ziet toe op de naleving. Taalraad moet ook een standaardtaal propageren. En legt de taalstandaarden vast. Normaal is het een wetsontwerp, maar als het wordt ingevoerd, dan is het wel zaak dat op deze dingen wordt gelet. Jan-Willem Berends, die vandaag afstudeerde aan het Institute for Graduate Studies and Research. Hij deed de masteropleiding Nederlands. Zijn afstudeerthesis was getiteld Vernieuwde visies op het Surinaams-Nederlands en taalbeleid in het secundair onderwijs, met onderzoek naar attitudes ten opzichte van het Surinaams-Nederlands, taalbeleid op scholen en de consequenties van een taalwet voor het onderwijs.